we gaan kijken naar een nieuwe video hier op Keanu Boyke. Ik ben Keanu. Als jullie weten, heb ik op mijn TikTok... Gisteren ben ik mijn TikTok kwijtgeraakt. Ik heb mijn telefoon mee, voor me, van waar dan mijn TikTok op staat. Maar pas gisteren ben ik mijn TikTok kwijtgeraakt. En ik heb hem nog altijd kwijt. Maar, kunnen jullie... ik heb ook gekeken op YouTube. Ik heb gehoord op YouTube dat ik hem kan, dat ik hem terugkrijg. Dat ik binnen 5 dagen, dat is pas vrijdag, dat ik hem weer terugkrijg. Dus vanaf gisteren ben ik hem kwijtgeraakt. Morgen ze, dus gisteren ben ik hem kwijtgeraakt. Vandaag zijn we dinsdag. Laat me even kijken. Ja, vandaag is ook dinsdag. Dus, wij gaan... Dus, als jullie alsjeblieft superveel... hieronder... superveel reacties zetten. En berichten hoe dat zal komen. Want ik ben zelf verwijderd. Ik ben verwijderd van... noemt dat van TikTok. En ik ben natuurlijk verwijderd en dan ben ik geblokkeerd. Nog een keer. Dus dat gaat maar 5 dagen en ben die 5 dagen zal dat wel moeten lukken. Dat zal wel moeten lukken. Want ik heb mijn TikTok bij me, maar ik ga er nu niet op gaan. Want anders, ik wil hem graag terug hebben. Want ik heb hem gisteren kwijtgeraakt en ik wil hem graag, super graag terug hebben. Gisteren heb ik hem natuurlijk kwijtgeraakt, dus ik krijg nog een dagje. Ik moet nog een dagje wachten, dat is dan zondag dat moet wachten. Nee, zaterdag. Zaterdag moet dat wachten. Allee, we zijn weer... Ik kan het zelf jullie tonen, maar ik ga het niet tonen. Omdat mijn TikTok is verwijderd. Hoe dat kan komen is... ik heb hier geen brief of niks van. Ik heb hier natuurlijk geen brief of niks van gekregen. Maar ik heb mijn TikTok... per ongeluk iets opgezet dat er eigenlijk niet mocht opstaan, maar ik heb het helemaal niet gedaan. Ik heb niks gedaan eigenlijk. Ik heb juist coole dingen. Ik zat net aan de 8000 likes. Ik had bijna 1000k. Dat wordt dan verwijderd. Ik was echt over mijn toeren. Ik kost er niet aan uit. Ik heb zoveel likes. Ik wou te live gaan. Maar het werkte niet. We hebben naar TikTok zelf gezonden. TikTok antwoordde ook al niet meer. Maar we kijken dat hij nog werkt. Ik heb keelpijn gehad. Al van maandag heb ik keelpijn gehad in mijn keel. Maar van de keelpijn gaan jullie een andere video zien. Wat dat ermee helpt om je keelpijn weg te krijgen. Wat dat er helpt eigenlijk om je keelpijn weg te krijgen. Als je keelpijn... Maar ik ga dat nu niet allemaal uitleggen van mijn keelpijn, maar... Ik heb maar pas maandag vrijdag bij een keelpijn krijgen. Ja, als mijn boek zullen hier zien. Dus ja, ik ben vanaf maandag keelpijn binnenkrijgen. Ik haat het ook van keelpijn. Want ik heb gisteren een coronatest moeten doen. Hopen dat ik geen corona heb.
Ik heb er echt geen zin in. Ik heb geen zin in om corona te hebben. Ik heb geen zin in om in het ziekenhuis te liggen. Ik heb zin om mooi thuis thuis te blijven en naar school te gaan. Mijn school, ik moet al dagen niet meer naar school. Om mijn school, mijn klas moet niet naar school, want mijn klas is helemaal thuis, want mijn klas is ziek. De klas, de kinderen, school staat onder de corona. Het zijn drie klassen leeg dan naar huis moesten gaan. Door corona. Ik heb last van mijn keel al vrijdag. En ik hoop niet dat ik corona heb, want ik heb er echt geen zin in. Dus, als jullie berichten willen hieronder geven, super graag. Dus zeker, ik ga jullie uitleggen. Ik weet daar ook alles van. Ik heb het op mijn telefoon hier staan. Wat dat er niet mag. Ik heb het opgezoekt. Op Google wat dat er niet mag. Wat dat er niet mag is... Wacht hé. Even wachten. Wat dat er zeker niet mag is... Seks. Eigenlijk, dat mag je zeker niet doen. Heel gevaarlijke dingen, dat ook niet. Lijkt van een dak springen. Dat mag je zeker niet doen. Een keer een mes in je ding steken. Maar ik had dat een keer gedaan. Een mes in mijn vel gestoken. Maar ik heb het gedaan. Een mes in mijn vel gestoken. Eigenlijk niet echt. Maar eigenlijk al zo gedaan. Kijk. Al zo gedaan. Stop. En maar ze kosten dat stukje zien. Ja, ik stop. Met dat mes. Ik had een stukje getoond dat ik stopste met dat mes. Anders zou ze denken dat ik het echt gedaan heb. Dan heb ik gewoon mijn ketchup een beetje op de grond gedaan. Heb ik een paar handdoeken rond gedaan. Er iets onder die handdoek gelegd alsof het aan mijn arm is. Eet maar. Eigenlijk, hopelijk krijg ik hem terug voor die 5 dagen. Want ik moet nu 5 dagen wachten. Dat is natuurlijk... Het is nu helaas... Kijk, ik had jullie tonen dat dinsdag is vandaag. Ik weet niet dat jullie het super goed zien. Allee... Ik ga heel de tijd uit. Kijk, het is nu 1 uur aan jullie zien. Het is nu 1 uur. Dus. Maar. Het is net 1 uur. Het is. Het is nacht. De straatlichten zijn uit. Niks van straatlichten zien. Alles is uit. Geen straatlichtje of niks te zien. Oké, het is nog donker. Maar weet je wat dat we een keer gaan doen? Ik had een keer gedacht voor van de zomer. Een tent te zetten in onze tuin. En daar over slapen. 25 uur. En in de nacht daar is slapen. Maar... Niet in het donker, want ik vind dat heel moeilijk. Ik wil graag dat het licht is. Ik ga kijken hoe licht in de tent te hangen. Elektriek in de tent dan al te hebben. En ik kan dat allemaal verzinnen. Gewoon, als het niet regent, ga ik gewoon een elektrieke kabel door mijn gras heen doen. En onder mijn tent doen. En dan heb ik gewoon elektriek in mijn tent. Maar dat hebben we nu niet besproken. We hebben besproken met TikTok. Het is nu helaas 3 uur. Dus ik ga straks slapen. Ik kost niet slapen.
Kijk, dat ik TikTok heb. Maar mijn TikTok is verwijderd. Maar zet zeker in de reactie als ik misschien nog mijn TikTok zal terugkrijgen. Zet dat zeker in de reactie. Doe zeker een duimpje als er iets is. Zet het in de reactie. En ik moet jullie een keer iets tonen. Kijk wat dat ik zelf geknutseld heb. Een gitaar. Zijkant mooi dicht. Bovenkant een mooi ding. Haartje erin. Kijk aan de achterkant. Hij is helemaal dicht. Een gitarenstokje. Waar dat de kabeltjes aan hangen. Mooi, hè? Maar ik moet nog dingen aanpassen. Schilderen. Kabeltjes aan. Dan moet ik allemaal nog aanpassen aan die gitaar. Dus vind het leuke video, deel een like. Geef baatje eruit, krijg al nieuwe video. En ik heb ook niet meer last van mijn keel, nog een klein beetje, maar ik kan er tegenaan. Dus vind het leuke video, deel een like. Geef baatje eruit, krijg al nieuwe video. Dus doei!